De vier stadia van het leven, de vier levensstadia. Als je een kind bent, dan lees je eerst de stripverhalen als je de krant openslaat. Als je wat ouder wordt, op misschien jong volwassen, dan sla je de krant open bij de sportpagina. En als je nog ouder bent, misschien meer verantwoordelijkheden, familie en gezin, dan ga je echt pas het nieuws lezen. En als je nog ouder bent aan het einde van je leven, dan kijk je naar de overlijdensberichten om te kijken welke van je vrienden er nog leven en welke niet. Dit zijn de vier levensstadia. Ja, misschien reacties. Misschien vraag ik even aan iedereen waar het je aan doet denken of wat het je zegt. Ja, maar eigenlijk klopt dat wel. Ja. Als ik terugkijk naar mijn jonge tijd en niet dat ik al de overlijdensberichten lees, dat, zover zijn we nog niet. Dat hebben we helemaal niet. Maar ik weet dat Brigitte, haar mama, op het einde van haar leven wel altijd eerst in het plaatselijke krantje naar de overlijdensberichten zocht. Ja. En dat klopt wel. Klopt wel zo. Ik denk dat er zelfs een kleine vergelijking naar meditatie toe is. In meditatiegroepen en zo gemakkelijker oudere mensen, die dus meer beschouwend van aard worden tegenover het leven. Jongere mensen staan vaak volop in het leven en moeten vooruit en bouwen iets op en hebben daar weinig oog voor, tenzij dikwijls voor ontspanning. Ja, Maar, precies. Ja. Ja, dat is wel waar. Meestal is het zo dat mensen een beetje spiritueel worden. Zo in hun 30. Als ze al wel 30 zijn of nog ouder. Het is niet zo vaak dat iemand spiritueel is voor die tijd. Zelfs als we kijken naar het leven van de Boeddha, zien we dat hij pas het paleis verliet toen hij 29 was. Maar goed, hij was natuurlijk al voor die tijd al spiritueel. Maar het zegt wel iets over het leven, denk ik, dat we een tijdje nodig hebben om echt, ja, een beetje. We moeten soms een beetje wakker geschud worden voordat we echt over de grote vragen des levens gaan nadenken, denk ik. nou, ik denk dat je eerst het nodige zelf ook meegemaakt moet hebben. Ja, precies. Dat denk ik ook, ja. Er is een leerrede van de Boeddha waarin hij zegt dat er verschillende soorten mensen zijn in de wereld. En je hebt die mensen die zeg maar, ja, wakker geschud worden, over het leven gaan nadenken, de grote vragen gaan stellen, zodra ze mensen in een omgeving zien lijden. En dan heb je mensen die pas gaan nadenken over de grote vragen van het leven, als er iemand is die heel erg direct verwant is aan hen die lijdt. En dan heb je nog mensen die pas gaan nadenken over de grote vragen van het leven als ze zelf iets overkomt. En dan pas zet het hen tot denken, zeg maar. En dan heb je nog mensen die dan zelfs niet gaan nadenken over het leven. En de Boeddha die vergeleek dat wel met hoe een paard soms, verschillende paarden verschillend reageren op hoe de eigenaar van het paard soms het paard straft of soms beloont. En hoe het paard soms verschillend reageert. Voor sommige paarden is het heel lastig om het paard in beweging te zetten. En andere paarden is het juist heel makkelijk. En zo heb je eigenlijk altijd wel verschillen in die zin. Sommige mensen die zien gewoon iemand die het moeilijk heeft
in een ander land op televisie. En die gaan dan zich allerlei vragen stellen. Soms noemen we dat hooggevoeligheid, maar dat lost niet echt veel op als we dat zo noemen. Maar je zou het, ik bedoel, je zou het wel zo kunnen noemen, maar het is eigenlijk ook een soort van wijsheid. Dat we eigenlijk allemaal met dezelfde ogen zijn geboren, maar we niet allemaal die ogen op dezelfde manier gebruiken. En zo heb je natuurlijk het verhaal van Prins Siddhartha, de Boeddha in spe, die in feite enkel alleen een ouder iemand, een ziek iemand en een iemand die was overleden nodig had om een hele ommekeer te maken in zijn leven. Maar goed, dat verhaal is natuurlijk ook wel een beetje een symbool voor de spirituele zoektocht die iedereen ondergaat. Ik zeg zelf altijd van ja, als je een ouder iemand voor je hebt, hè, die in de auto zit en voor het stoplicht staat en het stoplicht springt op groen, dan heb je mensen die verschillend reageren als die oudere persoon niet meteen doorrijdt. Hè. Dus je hebt dat soms, hè, dat een ouder iemand wat laat reageert op een stoplicht. En dan heb je mensen die dan heel hard gaan toeteren. Je hebt ook mensen die zeggen van ach, die mens, die mevrouw of die meneer, die heeft wat meer tijd nodig, die is al wat ouder. En dan heb je ook mensen die vervolgens misschien zichzelf de vraag gaan stellen, zou ik ook zo worden als ik oud ben? En dan, ja, dat is hoe we soms anders reageren. En Prins Siddhartha die had dus juist dat hij alle dingen die hij om zich heen zag op zichzelf betrok. En dat kan ook heel goed zijn om wijsheid te ontwikkelen. En zo zie je dat, denk ik, mensen daar verschillend mee omgaan. Maar zoals een aantal van jullie al zeiden, van soms moet er eerst iets gebeuren in je leven voordat je echt gaat nadenken. Maar voor de ene persoon is dat gebeuren, dat er iets moet gebeuren, is dat veel kleiner dan de andere persoon. Zo heb je dat mensen gevoeliger zijn dan sommige mensen gevoeliger zijn dan andere mensen. En ik denk dat als we vaak reflecteren op het leven en daar een gewoonte van maken, dat we dan allemaal zeker ook wat gevoeliger worden. En ik denk dat het ook iets is om door te geven aan de volgende generatie. We hebben nog wel eens zoiets van ja, als iemand heel jong is, dan hoeft hij nog niet na te denken over de moeilijke dingen van het leven. Maar waarom ook niet? Waarom zouden we niet iemand vertellen over, als hij nog jong is, over de dood? Of over ziekte, of over het lijden van het leven? Misschien niet allemaal in één keer, maar soms is het juist wel goed. Misschien hebben we daar juist iemand, en zeker geven we daar juist wijsheid mee als we dat aan onze kinderen snel vertellen. Zo heb je laatst, zo heb je nu ook verschillende kinderboeken over het leven van de Prins Siddhartha, het leven van de Boeddha, voor hij de Boeddha werd, die dus ook een beetje vertellen over ouderdom, ziekte en dood. En dat is eigenlijk een heel mooi initiatief. En het is gek dat er in Azië zo nooit zulke kinderboeken zijn geweest. En eigenlijk pas nu een beetje opkomen. Maar in het Nederlands is er nu ook 2 of 3 boeken. Die zijn vertaald en die gaan over het leven van de Boeddha. En ik denk dat soort dingen goed zijn. Dat we een beetje dit soort dingen doorgeven. En ook dat we het ja, zelf als een soort reflectie kunnen gebruiken in ons leven. Als we met ouderdom, ziekte en dood worden geconfronteerd. In plaats van dan daar triest over te worden, misschien dat we daar over nadenken van goh, we worden elke dag ouder, dus eigenlijk is dit leven wel heel kostbaar en laten we elk moment zo goed mogelijk benutten.